Alle musea in Groningen zijn sinds vandaag gesloten vanwege de coronacrisis. In het gloednieuwe Forum Groningen staan de nu al iconische roltrappen de komende weken stil. De maatregelen treffen ook de culturele sector in de stad hard. Het Groninger Museum stond al helemaal in de startblokken om morgen een grote expositie te openen over 75 jaar bevrijding. Dat moet nu nog minstens 2 weken wachten. We hadden gepland een opening van de bevrijdingstentoonstelling voor morgen met de gratis toegang voor de Groningers. Oké, dit kunnen wij uitstellen, dat gaat een keer gebeuren. Het komt ooit een keer goed. Of het over 2 weken goed komt, dat weten wij niet. Ook het Forum Groningen, een van de meest druk bezochte gebouwen van Nederland, is leeg. We hadden een heel druk programma dit weekend. We hadden morgen de Doe Digi-dag. Het is ook Boekenweek, dus we hadden evenementen met de Boekenweek. We hadden ook de uitreiking van het Beste Groningen Boekzondag. Ja, helaas hebben we dat allemaal moeten cancelen, dus dat is heel jammer. Sinds 29 november, sinds we open zijn, was het hier druk. De roltrappen hebben eigenlijk onafgebroken gedraaid en nu staan ze weer stil. Dus dat is een heel rare aanblik. Het Groninger Museum en het Forum komen zoals het er nu naar uitziet niet in de problemen met de planning van doorlopende of toekomstige exposities. De al lopende tentoonstellingen van het Groninger Museum en AI, More Than Human, in het Forum worden niet verlengd. De expositie kan niet verlengd worden. Het is een reizende expositie. Dus de expositie is alweer op een volgende plek geboekt. Dus wij kunnen die niet meer verlengen. We hebben die Mondo Mendini tentoonstelling, die loopt in principe tot begin mei. We hopen zeer dat die weer toegankelijk zal zijn. Die zouden we niet nu eens kunnen afbreken, want de meeste bruiklingen komen uit Noord-Italië. Dus daar is waarschijnlijk niemand die dat in ontvangst kan nemen. Dus dat is sowieso zeg maar, een logistiek probleem was dat geweest. Het hoogtepunt van het jaar komt in het najaar met de Rolling Stones. Nou, dan is het hopelijk allemaal weer voorbij.